video van Mrs. Brightside. Mijn naam is Danielle Benink en in deze video ga ik aan de slag met het thema mini catalog voor de Smart Stampin' International Videohop. Het is de eerste keer dat we samen een videohop doen. We zijn al een tijdje bezig met Facebook hops en Instagram hops. Maar deze is met een video en het is een internationale hop. Dus vergeet niet om ook door te klikken in de description box naar de volgende. Omdat het een internationale hop is, zal ik de mensen ook nog even welkom heten in het Engels. Hello and welcome to the Smart Stampin' Video Hop. My name is Danielle Benink from the Netherlands. And this is our first time hopping via YouTube. And our theme is this month, Mini Catalog. I will continue this video in Dutch, but will show the measurements in centimeters so you can easily follow along. And I'm going to be using the Nests of Winter Designer Series paper and also the birch wood embossing folder. I will continue this video in Dutch. And if you do want to hop along, please click on the link in the description box. Thank you so much for watching. Goed, wat hebben we allemaal nodig? We hebben nodig een basiskaartje van Cherry Cobbler kaartstok. En dat is 14,5 keer 21 en dat heb ik gerild aan de lange kant op 10,5 centimeter. En dat ga ik eventjes aanvouwen, de rillijn, met mijn vouwbeen. Dan heb ik wat van die hele leuke Cherry Cobbler en Pearl Adhesive Backed Berries erbij gepakt. En ik heb 2 matten van Smoky Slate kaartstok. Die zijn allebei 10 keer 14 centimeter. En dan heb ik 2 matten van Basic White kaartstok. En die zijn 9,5 keer 13,5. En daar heb ik er dus ook 2 van. Ik heb nog een restje Basic White om een tekst op te stempelen. En ik heb een aantal afbeeldingen uit dat Nests of Winter Designer Series papier. Een leuk rood vogeltje. Een klein wit met grijs vogeltje. En nog een paar kleine takjes. Die ga ik uitknippen. Maar wat we eerst gaan doen is embossen. En dat doen we met die Birch 3D Embossing Folder. En ik pak daar eventjes mijn cut and emboss bij. En dan ga ik de video even versnellen. En dan ben ik zo direct weer bij je terug. Oh, hier hebben we het embossen stukje cardstock. Heel gaaf. Met zo'n berken embossing. Ik vind het echt heel erg tof. En heel gaaf. Berken, die hebben natuurlijk de strepen, zeg maar, zo op het hout. Dus hij wordt ook zo gebruikt. Het is ook een horizontaal kaartje. Dus dat even terzijde. En we gaan alvast even wat plakken. En we gaan zo direct wat stempelen en nog wat knippen. Goed, ik pak er eventjes mijn lijn bij. En ik ga aan beide zijden van de kaart, de binnen- en de buitenkant, een mat plakken van Smoky Slate kaartstok. Zo. En daar gebruik ik gewoon vloeibare lijm voor. En dan aan de voorzijde plak ik ook nog die berkenmat. En ik denk dat ik de debossed kant, dus de kant, dit is de embossed kant waar zeg maar het uitsteekt. En de debossed kant, dat is waar het zeg maar erin gemaakt is. Maar ik ga niet geheel voor realistisch, maar ik pak de debossed kant. Ik doe even wat extra lijm, zodat hij overal goed pakt. En die plak ik hier
op de voorzijde. En dan hebben we dus al de basis van onze kaart. En die gaan we natuurlijk mooi afmaken. En om hem af te maken gaan we ook heat embossen. Want we gaan de teksten heat embossen met zilver embossingpoeder. En ik gebruik daarvoor twee teksten uit de Reindeer Fun. May all your days be full of cheer and Merry Christmas. En daar gebruik ik Versamark inkt voor. En aan de binnenzijde, ik moet hem eventjes horizontaal leggen. Aan de binnenzijde van de kaart doe ik de tekst May all your days be full of cheer. En die probeer ik in het midden van het midden te stempelen. En dan Merry Christmas doe ik op een restje cardstock. Want dat ga ik straks uitknippen. Zo. We hebben hier het zilveren embossingpoeder. Zo, we hebben inmiddels twee emboste tekstjes. Dat ging even mis met het erop doen. Ik heb het met een kwastje, heb ik het overgebleven poeder weggehaald. En vervolgens heb ik het even heat embossed. Ik vind het altijd magisch hoe dat poeder omgezet wordt tot zo'n mooi glinsterend tekstje. En ik ben gaan knippen. En ik was nog even vergeten om de camera aan te zetten. Lekker handig. Maar ik heb al twee takjes uitgeknipt. En ik was nu bezig met deze twee vogeltjes. En belangrijk om te onthouden als je knipt, is dat je altijd het papiertje draait en je schaartje zoveel mogelijk op één plek houdt. Waardoor je makkelijk, of nou ja, makkelijk, het is oefening Bart Kunst, langs al die kleine rondingen, hoekjes, lijntjes kan gaan. Ik hou altijd een klein randje over. Dus ik knip niet helemaal op de getekende lijnen. Maar ik hou dus een klein randje over tussen de getekende afbeelding en mijn kniprand. Goed, ik ga de video even versnellen en dan ben ik zo weer bij je terug. Oh, daar zijn we weer. We hebben hier dat hele toffe vogeltje, een mini vogeltje en nog twee dennetakjes. En we gaan als eerste eens even beginnen om de binnenkant af te maken. En in de binnenkant ga ik die mat met die emboste tekst plakken. De mat is een beetje krom getrokken vanwege de warmte. Dat kan je tegengaan met nog wat warmte aan deze kant. Dan trekt hij weer wat rechter. Maar in dit geval gebruik ik natte lijm. Dus dan krijg je hem wel gewoon weer plat op je kaart. Zou je nou met dimensionals werken, dan raad ik aan om hem met wat warmte inderdaad weer wat rechter te krijgen. Omdat je dan uiteindelijk vaak maar alleen in de hoeken je dimensionals hebt. Goed, dan pak ik wat lijm met om dat kleine vogeltje op te plakken. En ik vind dat super zoet. En ik dacht, die plak ik zo bij de tekst. Alsof die daar half een beetje op zit. En ik vind dat een super schattig geheel. Dan gaan we de buitenkant doen. En die buitenkant, die gaan we in principe het vogeltje plakken. We gaan het tekstje uitknippen. En dit is op zich wel een vrij eenvoudig tekstje, want hij is vrij recht.
Er zitten alleen ja, wat kleine bochtjes in, zoals hier bij die R. En de rest. De S is ook wat lager dan de overige letters. Zo. Dan hebben we onze tekst. En ik denk zelfs dat ik hem in tweeën ga knippen. Zo. En zo. Huppakee. Dan ga ik eerst met, even kijken, waar zijn ze? Mijn mini dimensionals. Daar. Dit vogeltje opplakken. Omdat hij heel veel, het is natuurlijk een dun stuk papier. Dus ik wil proberen dat hij goede steun heeft met die mini dimensionals op die dunne stukjes. Ik ga zo direct ook nog eventjes sommige dingetjes nog eventjes wat kleiner knippen. Zo. En dan pak ik eventjes twee halve mini dimensionals. Voor, ja, wat zijn dat takje hier? Ik wil dat de afbeelding goed ondersteund wordt. En dat vogeltje wil ik zeg maar zo. Dan gaan we ook onze tekst met dimensionals doen. Daar gebruik ik ook de mini dimensionals voor. Zo. En dan gaan we even kijken. Zo. En dan wil ik die kleine takjes hier zo direct onder mijn tekst hebben. Yes. Oké, we gaan eens beginnen met de vogel. Alle achterkantjes van de dimensionals. Zo. Ach, is toch prachtig dat wit en dat groen. Oh, ik word daar helemaal blij van. Zo. Dan doen we hier Christmas. Merry doen we erboven plakken. Zo. En dan pakken we wat lijm. Wat drupjes. Huppakee. Dat is één. En dat is twee. Zo. En dan pakken we daar die leuke berries bij. Mijn take your pick tool. En dan doe ik zo'n clustertje berries hier zo op de dennetakjes. En dat is dan weer hier een beetje hetzelfde. En ik denk dat ik nog twee losse pak. Die ik ook nog toevoeg. Nee, drie doe ik er zelfs.
puntje nog hierboven. Doe ik dat? Even kijken. Hier zitten ze. Daar nog eentje. Zeg ik dat goed? Hier nog eentje boven. Deze een beetje naar beneden. Voilà. Goed. Dat brengt ons aan het einde van deze video voor de Smart Stampin' Video Hop. Ik hoop dat je het een leuk kaartje vindt. Vergeet niet om door te hoppen naar de volgende deelnemer. Heel erg bedankt voor het kijken. Mocht je vragen hebben, kun je me altijd een mailtje sturen. Danielle@mrsbrightside.nl of neem een kijkje op mijn blog. www.mrsbrightside.nl en daar staat veel informatie en ook veel inspiratie, onder andere over alle acties die op dit moment lopen. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.